Het verhaal van Jona. Jona weigert Gods opdracht uit te voeren. De Heere zei tegen Jona, de zoon van Amittai, ga naar de grote stad Nineveh en geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heere zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Maar Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad Javo, waar hij een schip vond met de stad Tarsus als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de Heere. Terwijl hij het schip voortzeilde, joeg de Heere echter een harde wind over de zee. Er ontstond een storm, waardoor het schip dreigde te vergaan. In een doodsangst riepen de bemanningsleden hun goden te hulp en gooiden de lading overboord om het schip lichter te maken. Terwijl dit gebeurde, lag Jona te slapen in het scheepsruim. De kapitein van het schip kwam naar beneden, wekte hem en zei, ligt u op een moment als dit te slapen, vooruit, sta op, roep uw God te hulp. Misschien zal hij genadig zijn en ons leven redden. De bemanning overlegde en besloot te loten om erachter te komen wie de goden had beledigd en dus de schuld had van deze verschrikkelijke storm. Jona bleek de schuldige te zijn. Wat hebt u uitgehaald? Vroegen zij hem. Dat wij in deze verschrikkelijke storm terechtkomen. Wie bent u? Wat doet u hier? Uit welk land komt u? Hij zei, ik ben een Hebreeër. Ik geloof in de eeuwige, de God van de hemel, die de hemel, de aarde en de zee heeft gemaakt. Daarna vertelde hij hun dat hij op de vlucht was voor de Heere. De angst sloeg de mannen om het hart toe. Toen zij dat hoorden. Waarom hebt u dat gedaan? Riepen zij. Wat moeten wij met u doen om een eind te maken aan deze storm? Want de zee werd steeds dreigender. Gooi mij maar overboord, zei hij. Dan zal de zee weer tot rust komen. Want ik weet dat deze storm mijn schuld is. Zij spanden zich meer in om het schip naar de wal te roeien, maar het lukte niet. Zij konden niet tegen de storm op. Toen schreeuwde zij in het gebed tot de Heere. Heere, smeekte zij, laat ons toch niet sterven om de zonde van deze man en stel ons niet verantwoordelijk voor zijn dood. Want het is niet onze schuld. U hebt naar uw eigen inzicht gehandeld. Toen pakte zij Jona en gooide hem overboord in het woest kolkend water en de storm ging liggen. De mannen werden vervuld met een diep ontzag voor de Heere. Zij brachten hem offers en zwoeren hem te zullen dienen. De Heere had echter gezorgd voor een grote vis die Jona inslikte. Jona bleef 3 dagen en 3 nachten in de vis. Jona bidt tot God. Vanuit de vis bad Jona toen tot de Heere en zei, in mijn grote moeilijkheden riep ik de Heere en hij antwoordde mij. Ik riep vanuit de diepte
van de dood en u hoorde mij, Heere. U wierp mij in de diepe zee, ik ging onder het kokend water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. Toen zei ik, O Heere, u hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien? Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij. Het zeewier wond zich om mijn hoofd. Ik zakte naar beneden, naar de voeten van de bergen die oprijzen uit de zeebodem. Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar de Heere, mijn God, u hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Heere. En mijn oprechte gebed ging naar u uit, in uw heilige tempel. Wie afgoden vereren, keren de genade van de Heere de rug toe. Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan u. Want hoe kan ik u nog genoeg danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn belofte nakomen. Want de verlossing komt van de Heere alleen. Toen gaf de Heere de vis bevel Jona op het strand uit te spugen. En het dier deed dat. Jona waarschuwde het volk van Nineveh. Daarna sprak de Heer opnieuw tot Jona en zei, Maakt u klaar om naar die grote stad Nineveh te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang, zoals ik u al eerder heb gezegd. Deze keer gehoorzaamde Jona en ging op weg naar Nineveh. Nineveh was zo'n grote stad dat je 3 dagen nodig had om er dwars doorheen te lopen. Maar al op de eerste dag, toen Jona een dagreis ver in de stad was rondgegaan en begon te prediken, toonde de inwoners berouw. Jona riep de mensen die zich om hem heen verzamelden toe. Over 40 dagen zal Nineveh worden vernietigd. Zij geloofden hem en riepen een vaste uit. Zowel de hooggeplaatsten als de gewone mensen trokken rouwkleden aan. De ruwe stugge gewaden die bij de treurige gebeurtenissen werden gedragen. Toen de koning van Nineveh hoorde wat Jona zei, stapte hij van zijn troon, trok zijn koninklijke kleding uit, deed rouwkleding aan en ging in de as zitten. De koning en zijn edelen stuurden een boodschap door de stad die luidde: Laat niemand, zelfs de dieren niet, ook maar iets eten. Er mag geen slokje water worden gedronken. Iedereen moet rouwkleding dragen en God aanroepen. Laat iedereen zijn verkeerde wegen verlaten en alle onrecht afzweren. Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal hij ons in zijn ontzettende toorn niet vernietigen. Toen God zag dat zij een eind hadden gemaakt aan hun misdadig gedrag, veranderde hij van gedachte en voerde de straf die hij had aangekondigd niet uit. Jona krijgt spijt bij het zien van Gods genade.
Jona was echter woedend dat God van gedachten was veranderd. Hij beklaagde zich over bij de Heer en zei in zijn gebed: "Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, Heere. Toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan, daarom vluchtte ik naar Tarsis. Want ik wist dat u een genadig en barmhartige God bent. U wordt niet snel boos en u bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Dood mij alstublieft, Heere. Ik ben liever dood dan levend." Maar de Heere zei: "Is het wel terecht dat u hierover zo kwaad bent? Jona verliet de stad en zocht een plaats ten oosten van de stad. Hij maakte van bladeren een dak om voor schaduw te zorgen. Terwijl hij zat te wachten of er iets met de stad ging gebeuren, nu zorgde de Heere voor een wonder. Hij liet een boom snel opgroeien om Jona schaduw te geven en om zo zijn boosheid weg te nemen. Dat stemde Jona blij en dankbaar. Maar God zorgde ook voor een worm. De volgende morgen, toen het licht begon te worden, at het dier zich door de stengel van de boom, zodat deze verwelkte en stierf. Toen de zon flink begon te steken, liet God een hete oostenwind over Jona heen waaien. De zon brandde met haar stralen zo op zijn hoofd dat hij er duizelig van werd en naar de dood verlangde. Twijfelde hij, zei hij: "De dood is beter dan dit." Toen zei God tegen Jona: "Is het terecht dat u kwaad bent over deze boom?" "Ja," zei Jona. "Dat is het zeker. U ziet het goed. Ik ben zo kwaad dat ik er haast dood aan ga." Toen zei de Heere: "U hebt medelijden met uzelf, omdat die beschermde plant is gestorven. Ook al was het niet uw werk dat hij daar kwam en hem een kort leven was beschoren. Waarom zou ik dan geen medelijden voelen met die grote stad, met meer dan 120.000 mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren?"